Hi allemaal, de Dutch Game Father hier met weer een nieuw deel van het Minecraft Survival Island. We gaan ervoor. Ik ga wat verzamelen, ik ga wat pakken. Even kijken, en dan zullen jullie zo meteen raden wat ik ga pakken. Als ik weet waar het is. Even kijken. Yo, au, 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 au. Oef, dat ging nog maar niet goed. Wat heb ik nodig? Wat ga ik doen? Ik heb 1, 2, 3, 4. Voor de zekerheid even wat meer. En ik ga deze drie meenemen. Nou, dan weten jullie nu waarschijnlijk al wel wat er gaat gebeuren. Ik ga tegen de Wither vechten. Ik heb Netherite, Diamond en Elytra. Ik neem voor de zekerheid nog eventjes deze mee. En dan gaan we het gewoon proberen. Ik heb een. De vorige keer dat toen ik wat steen aan het graven was in de mijn, ben ik wat verder naar voren gegaan. Ben ik wat dieper gegaan. En als het goed is, is dat de beste tactiek om de Wither te gaan verslaan. Dus dat gaan we maar eventjes proberen. Kijk, ik heb hier een hele lange gang. Hoop ik dat die lang genoeg is. Zal toch wel. Nou heb ik te horen gekregen. Nou heb ik gezien. Ik heb een beetje ge-YouTube dat dit de beste tactiek zou zijn. Anders dan hem helemaal vastzetten met bedrock blokken onder het eindeportaal. Die stap wil ik nog niet gaan maken. Dus ik wil het eerst even op een andere manier doen. Ik heb mijn boog, ik heb mijn zwaard. Dat zou, als het goed is, als ik heb begrepen hoe het werkt, zou dat voldoende moeten zijn. Zo. Dan moeten we even een ruimte creëren. Oh boy. Ik ben toch wel een klein beetje zenuwachtig van gaat dit wel goed komen? Ik ga er toch wel van uit. Want wat moeten we dan doen? Dioriet weggooien. Zo. We moeten. Zo, en dan gaan we. Ja. Oeh. Dan gaan we. Hij zit te hoog. Ah, het gaat goed, het gaat goed. Oh, nou moet ik naar een zwaard. Ja, zou het werken? Het is gewoon gelukt. Het is gewoon gelukt. Vrij makkelijk. Het is gelukt en daar is hij. De ster. Die niet. Die niet. Die niet. Daar is hij. Het is makkelijker gelukt dan ik had verwacht eigenlijk. Zo. Hoe. Ha. Gelukt. Even wat verlichting maken, want anders heb ik een groot probleem. En dan ga ik dan nog dood door zombies. Nou, dat willen we toch maar even niet. Het is gewoon gelukt. Daar ben ik echt wel heel blij mee.
En het ging makkelijker dan ik dacht. Kijk, hij heeft uiteindelijk maar echt een heel klein stukje kapot gemaakt. En weer genoeg cobblestone. Dioriet gaat maar even weg. Nog meer cobblestone. Heb ik toch nodig voor het kasteel, hè? Dat was ook alweer. Wat kan ik nog meer weggooien? Sugarcane kan ik ook nog wel weggooien. Zo. Dit is ook makkelijk weer opnieuw te maken. En ik wil die andesiet eigenlijk ook wel hebben. Nou heb ik redstone heb ik echt wel voldoende. Zo. Oh. Gewoon ook voor mij de eerste keer dat ik de Wither aan het bevechten ben, dat ik hem ooit verslagen heb. Had ik echt niet verwacht dat dat zo makkelijk ging. Je hoort echt grote verhalen van, oh, hartstikke moeilijk, hartstikke moeilijk. Tenzij hem onder bedrock vastzet in het einde, onder de eindeportaal. Dit ging eigenlijk best wel goed. Kijk eens hoeveel ruimte ik nog over heb. Kan ik nog een paar keer een nether, zo'n wither verslaan. Weet je, ik ga kijken of ik die deze kan gebruiken. Wat ik daarvoor nodig heb. Volgens mij was dat glas, denk ik dan. Ik ga dit even lekker opbergen. En dan ga ik. Ik had echt niet verwacht dat het zo snel ging. Ga ik wat anders doen? Ga ik misschien aan het kasteel verder? Nou, zo. In de tussentijd heb ik alweer wat gedaan aan het kasteel. Kijk. De omheining is er nu. Ik heb al een paar dingetjes gevuld ook. Maar ja, die moet nog helemaal gevuld worden. Die ronde toren, daar moet nog helemaal gevuld worden. Dat moet nog helemaal gevuld worden. Dus ik heb nog echt wel voldoende te doen. Dus ja, ga ik nu mee aan de slag. Dan gaan we even zien. Ook trouwens, tadaa, een beacon. Nog een hele kleine, want ik heb echt niet voldoende metaal of goudblokken om het volledige te krijgen. De volledige bonussen te krijgen. Komt nog, komt nog. Maar we gaan eerst lekker aan de gang met het. Met het kasteel. Ja.
En zo, en dan na die timelapse, dan ga je nog iets verder en dan ziet het er zo ongeveer al uit. Ja, ietsjes meer gedaan. Ik heb niet alles op de timelapse gezet. Ja, ik denk van, anders wordt het wel heel lang kijken naar hoe ik aan het bouwen ben. Met een timelapse is dat natuurlijk al veel sneller, maar toch duurt het toch net even iets te lang om alles erop te zetten. Dus nee, ik heb gewoon het eerste gedeelte heb ik getimelapsed en daarna ben ik gewoon even wat verder gegaan. Dus ik heb hier een muurtje gemaakt. Tot hier op de trap. Waarschijnlijk dat ik gewoon dit gedeelte ja, qua aarde wat wil ophogen en wat langzaam naar beneden wil laten gaan. Eventueel met een zigzag. Een beetje mooi maken met boompjes. Natuur. Muur loopt helemaal hier nog zo verder. Kijk, je ziet daar overal nog hout, maar dat moeten we nog wegwerken met iets. Moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Als we hier naar boven gaan, dan hebben we hier een houten vloer helemaal liggen. En opgericht. En hieronder ook. Want ja, anders hebben we een mobfarm gecreëerd, een mobkasteel gemaakt. En dit loopt hier ook zo helemaal door tot aan hier. Momenteel nog. Misschien dat ik hier nog iets van een gebouwtje maak of zo. Dat weet ik nog niet. En als we dan deze kant op gaan, dan hebben we hier een klein plateautje wat helemaal zo loopt. Hieronder wil ik waarschijnlijk, hieronder misschien iets van koninklijke stallen maken. Nou, dat loopt daar nog helemaal door. En we kunnen nog een niveautje omhoog gaan. Daar ben ik eigenlijk een beetje geëindigd. Want daar moet ik nog het een en ander doen. Hier ben ik met sparrenhout, sprucewood aan de gang gegaan. Dat is met eikenhout. Dacht, nou, misschien een beetje afwisseling. Nou, dit is het dak. Nou, daar had ik ook nog van dingetjes neergezet om daar weer bovenop te komen. Moet ik nog een keertje weghalen. Maar dat komt helemaal goed. Ja, voor nu eerst. Drie raketten. Is niet zoveel. Ik heb ook mijn buskruit niet meer hier. Nog wel wat papier. Dus ik moet even buskruit gaan halen. Gelukkig had ik daar een buskruitfarm voor gemaakt. Bij de begraafplaats. Oeh. Zo. Of in ieder geval wat de begraafplaats moet gaan worden. Hierachter zitten katten en creepers. En misschien hoor je ze al een klein beetje. Water. Daar gaat weer een creeper dood. En bijna. Je hoort hem doodgaan. Hij gaat langzaamaan dood en hij is dood. Buskruit gaat goed. Pak even 64. Zo. Ik moet het denk ik een extra kistje erbij gaan maken. Hij doet het in ieder geval goed. En het is maar drie laag. Drie laags. Had ik drie lagen? Ik had volgens mij drie lagen, ja. Drie spawn platformen voor de creepers. En ja, zoals je ziet, dat is meer dan voldoende buskruid voor mijn raketjes. En eventueel TNT later of zo, als ik dat ergens nodig heb. Voorlopig niet. Zo. En met nog twee raketten te gaan. Kan ik hier weer zo naartoe? En kan ik voor het donker wordt nog even wat raketten maken? Hoppatee. Zo. Voorlopig kan ik er denk ik wel weer tegenaan. Even een beetje netjes eerst de lage stack opmaken voordat ik aan de grote stacks begin. Dan wordt het alweer avond. En dan gaan we zo meteen nog even wat aan het kasteel aan de werken. Beetje eten voor het slaapapparaat, altijd goed. Kom op, bijna. De maan komt al omhoog. En ja. Ik begin steeds beter om te worden van weten wanneer je ongeveer moet gaan slapen. Zo.
Ja, dus dat nog eventjes een klein gedeelte met zal gaan maken. Zo. Tenminste, hoop ik, als het mijn glanzende anders ziet hier. Eens even kijken, want ik was bezig met het opvullen van het een en ander. Zo. Dan wil ik eigenlijk hetzelfde wat ik daar heb gedaan met dat smooth stone. Die heb ik alleen niet meer. Die moet ik even aanzetten in de oven. Of die heb ik al gedaan misschien. Nee, heb ik niet gedaan. Eens even kijken. Daar. Even wat steenkool erbij. Zo. Ja, wat verder. We moeten een beetje gaan kijken naar dit gebouw. En ik denk dat ik ga afwijken van degene waar ik dit design vandaan heb. Want het moet inderdaad hier. Hij heeft gezegd 2, maar ik hou er lekker 3 over. Ik doe lekker stout. Zo. Zet daar neer volgens mij. En even kijken. Hier zo. Hoppatee. En zet ik deze dan goed neer volgens mij wel. Dan gaan we in ieder geval nu. Hop, hop, hop. En dan waar ga ik hem heen? Dezelfde hoogte als waar dit is. Nog eentje. Denk dat dit hem is. En dan gaan we deze kant op. En als het goed is, hoop ik, komen we op de juiste hoogte uit. En dat moet ik aan de andere kant dan ook gaan doen. Per. Hij had het niet beter kunnen doen. Zo, eens even kijken. Dan is dat 1 voorbij. Dus ik moet hem eentje verder doen, dat ene blokje wat je daar ziet. Hoppatee. Die moet dan daar. Hop. Zelfde hoogte. En mijn steen is op. Heb ik nog steen? Jeetje, ik heb helemaal geen steen. Maakt niet uit. Ik ga eigenlijk hetzelfde doen wat daar is. En ik wil dat gaan opvullen. Het dak moet van hout gaan worden. En ik zat te denken. In plaats van spruce wood of oak of jungle, ga ik warped wood gebruiken. Oftewel dat blauwe hout uit de Nether. Is alweer een tijdje geleden dat ik daar geweest ben. Had ik nog iets van ijzer hierin zitten? Ja. Dan moet ik natuurlijk wel een hoe meenemen en een axe meenemen. Maak ik maar even gewoon van ijzer. Eens even kijken. Iron axe heb ik nodig om de bomen te hakken. En ik heb een. Had ik 2 stukjes metaal voor nodig. Vooruit. Yes. Een iron hoe, want dat is weer beter voor het weghalen van de bladeren. Want in tegenstelling tot de gewone bladeren van bomen gaat het bij een. Bij dat warpwood gaat dat volgens mij niet automatisch weg. Ik heb overal al mijn kistjes bekeken om te kijken waar heb ik nog voldoende iron. Ik heb heel wat steen gehakt in de mijn voor het kasteel. En ook dus heel veel iron. Om zo mijn beacon te gebruiken. 3 niveaus. Ik heb maar één nu nog op haste staan. Ja.
heb ik eigenlijk niet nodig, maar ik wil die haste 2. Maar dan moet ik nog een laag, moet ik nog meer iron hebben. Zoveel heb ik niet. Dus dat moet ik nog gaan verzamelen. Maar dat komt wel. Voor nu eerst. Het gevaarlijke in. Ik hoor meteen van alles wat. Kijk, dit hout. Ik denk dat dat best wel mooi is als een... als dak. Hallo, het is alweer een tijd geleden dat ik hier geweest ben. Is het veilig? Zo te zien wel. Daar zit zo'n ding. Maakt niet uit. Zo. Gewoon negeren. Gewoon gaan hakken. Hoor vanzelf. Dat ze op me afvuren. Zo. Kijk, en dit zou dus heel veel sneller moeten gaan met een schoffel. Het gaat wel sneller dan met een bijl. Dat sowieso. Nou, hier moet ik dus ook aardig wat van hebben. Kan ik meteen gaan kijken of ik die shroom dingetjes... Zijn er meerdere? Ik weet niet of jullie het horen. Ik denk het wel. Oh. Ik weet niet waar ze zijn, joh. Enderman heb ik wel gevonden, maar die zijn niet interessant. Die wil ik niet zien. Terug naar hout hakken. Ik heb daar wel aardig wat voor nodig. Ik denk dat ik ook ondertussen gewoon lekker verder ga hakken. Hier daar. Kom maar, kom maar. Hij ziet me niet, hij ziet me niet. En ik kan hem ook niet raken. Ja, hij was. Dat is één. Ik ga ondertussen hier nog even lekker mee verder. En dan zien jullie mij gewoon de volgende keer weer. Ja, vond je het weer leuk? Vond je het leuk om die timelapse zo te zien? Laat het even weten. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Hopelijk ben ik dan alweer wat verder met het kasteel. Of misschien dat ik nog een stukje met een timelapse ga doen of zo. Moet ik even kijken. En dan gaan we in ieder geval de volgende keer ook weer een stukje resultaat kijken. Oké. Dat was het dan weer, jongens. Doei doei!